Kunnen games meer zijn dan enkel een zinloze vorm van entertainment? Mensen hebben nog vaak een negatief beeld van games. Zo vinden ze gamen een nutteloos tijdverdrijf voor kinderen. Of denken ze bijvoorbeeld enkel aan schietspeltjes, zoals Call of Duty of Fortnite, die volgens hen alleen maar agressie opwekken en van spelers verslaafde zombies maken. Maar games kunnen veel meer zijn dan dat. In mijn onderzoek probeer ik dit eenzijdig perspectief op games in evenwicht te brengen door te kijken naar zogenaamde eudaimonische game-ervaringen. Het idee van eudaimonia komt van de Griekse filosoof Aristoteles. Toegepast op gamen wil dat zeggen dat games je intense emoties kan doen beleven of je kan doen laten nadenken over jezelf of maatschappelijke thema's. Maar je kan je evengoed sterk verbonden voelen met andere spelers in een community. In gesprekken met jongeren tussen 12 en 18 stelde ik vast dat ze onder andere nadenken over de gevolgen van oorlog door games te spelen en dat ze sterkere vriendschappen smeden door online te gamen. In een analyse van populaire games zoals Assassin's Creed en God of War vonden we bovendien dat emotionele verhaallijnen, zoals een groeiende vader-zoonrelatie en het hebben van keuzes in een game, belangrijke componenten zijn om zulke diepere ervaringen op te wekken. Deze bevindingen kunnen developers bijvoorbeeld gebruiken om games te ontwikkelen die een meerwaarde en een eudaimonische ervaring bieden aan spelers.